Mijn naam is Frank Brix, ik ben van SAP Nederland. Wie kent SAP Nederland? Even hand. Wie kent SAP? Oké. Wie wist ook dat SAP een van de grote spelers is op het gebied van mobility? Kijk. En we hebben nog gelukkig wat te doen de komende jaren. Dus dat is een groot voordeel. SAP is natuurlijk bekend van het automatiseren van de logistieke processen, financiële processen. Dat doen we al 30 jaar. Maar wat veel mensen nog niet weten is dat we de afgelopen 6 tot 10 jaar ook bezig zijn met allerlei nieuwe innovaties. En eigenlijk innovaties op 3 gebieden. Namelijk op het ontzorgen, op dingen makkelijker maken en dingen sneller maken. En dat vertaal ik eigenlijk met ontzorgen. Dat onze klanten nu heel veel software hebben draaien op allerlei systemen intern, in allerlei verschillende landen. En dat heel moeilijk moeten kunnen onderhouden. Wij willen dat ontzorgen, naar ons toetrekken, in de cloud zetten, de moderne term daarvoor. Zodat je op basis van subscription eigenlijk altijd op de laatste versie draait. Daarnaast hebben we de technologie om dingen sneller te maken. In-memory databases, die allerlei nieuwe mogelijkheden geeft. Tot interactieve dashboards en dat soort zaken gaan we het vandaag ook niet over hebben. Maar wel over zaken makkelijker te maken. Want we hebben het vandaag over mobility. En eigenlijk, denk ik, heeft het te maken met het automatiseren van processen. En processen brengen op plekken waar je het toe doet. Dus niet achter een pc of achter een notebook, maar op een mobiel device waar mensen met elkaar in aan het overleggen zijn om daar dan ook de processen op te kunnen brengen. Nou, om dat te kunnen doen, levert SAP naar een heel breed scala van oplossingen. Van allerlei producten die te maken hebben met mobile secure. Dus dan heb je het over mobile device management, application wrapping, mobile content management, enterprise app store, dat soort zaken, heel belangrijk. Veiligheid is natuurlijk cruciaal. Maar ook 2 andere gebieden die we daarin hebben, is namelijk een mobile platform. En dat platform doet eigenlijk 2 dingen. Die ontsluit allerlei back-end systemen. Zoals CRM en ERP of alle databases die je hebt, die ontsluiten ze naar je mobiele devices toe. En dat mobiele platform zorgt er ook voor dat je zelf applicaties heel makkelijk kan bouwen. En kan uitrollen naar allerlei verschillende devices toe. En de laatste en derde tak zijn de applicaties zelf. En daar gaat het eigenlijk ook om. En als je vraagt van wat is het onderscheidend vermogen? Dat ging je vragen. Ja, dat denk ik daar. Geef ik vanzelf wel op. Wij houden ons al 30, 40 jaar bezig met het verbeteren van processen. In de vorm van applicaties. Of die applicatie nu draait op een pc of op een mobiel device. Uiteindelijk maakt dat niet uit. Wij leveren heel veel technologie om het hier naartoe te kunnen brengen. Maar met name onderscheiden wij ons op het gebied van de standaard applicaties die wij onze klanten kunnen bieden. Oké, dan komen jullie dus niet als een autonome leverancier in de markt, maar altijd toegevoegd aan SAP-omgevingen, SAP-enterprise-oplossingen. Is wel de plek waar we heel comfortabel zijn, maar we hebben ook wij heel veel acquisities gedaan. En we hebben producten die ook aansluiten op Oracle, op Salesforce.com. Maar omdat we onze eigen klant heel goed kennen, zijn we traditioneel daar wel sterker geworden. Nou, volgens mij was dit een hele mooie sales pitch om te compenseren dat er met 2 handen omhoog gingen bij de herkenningsvraag. Dus je hebt er eigenlijk gehad. Dankjewel. Goed zo.